Mensen, ik ben net wakker zoals je ziet en ik heb een probleem. De laatste tijd als ik Wierenleague speel, ik speel echt goed. Maar mijn eerste of tweede potje verlies ik gewoon altijd. Ik verlies gewoon elke Wierenleague mijn eerste of tweede potje. En het is gewoon kloot en dan begin je gewoon slecht aan je Wierenleague. Dus ik ga nu even, trouwens even, hoe is dit? Voor de mensen die nog niet mijn vorige video hebben gezien, wie ik allemaal gepakt heb met rewards, ga zeker kijken, want dat was echt sick. Maar check even dat vingertje van Perisic wat alleen zo erboven is. Je overal zie je een hoofdje, bij Perisic zie je alleen zo'n vingertje. In ieder geval, we hebben natuurlijk Perisic gepakt. Daar ben ik super blij mee. Ik heb dus vernomen dat op het moment dat Inter naar de Europa League gaat, dan gaat hij ook nog door upgraden. Dat is natuurlijk echt ziek nice. Dus elke ronde dat hij in de Europa League verder komt, dus stel je voor Inter wordt nu derde, terwijl ze waarschijnlijk tweede worden, wat op zich wel jammer is. Maar stel je voor ze worden derde, dan blijven ze. Nou, dan komt Inter sowieso wel half finale of zo. Dan wordt gewoon Perisic gewoon 90 of 91. Hoe ziek is dat? In ieder geval, doe zeker een duimpje op deze video. Laten we hopen dat ik even kan winnen. Dat hoop ik echt ziek erg. Dus hier ben ik net wakker. Maar ja, ik kan natuurlijk niet zoveel spelen. Dus ik moet gelijk spelen, moet gelijk gaan. Anders ben ik gewoon zwaar de Sjaak. Laten we gewoon hopen dat deze week het gewoon wel lukt om alsjeblieft gewoon mijn eerste twee potjes te winnen. Ik denk als ik mijn eerste twee potjes win, dan is Elite 1 is geen vraag meer. Dat ga ik makkelijk halen. Vind je het video leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Dit team is niet heel goed. Hij heeft een linksback op centerback. En die is ook heel klein. En hij heeft wel Noor. Noor is wel goed. En hij heeft Vocht. En hij heeft Pato op center mid. Nee, dit is niet een heel goed team. Het team is veel te aanvallen, man. Wat hij heeft. What the fuck? Oh, hij gaat wisselen. Niet lieve. Oh mijn god. Vuile teringhond. Dit haat ik. Gaat er wel gewoon een contract van mijn spelers af. Dat is toch ongekend. In ieder geval, dit is echt jammer. Dit baal ik echt, man. Dat is echt een team die ik makkelijk kon hebben. Maar hij had sowieso rood met een centerback. Nou had hij even een linksback neergezet. Maar doe het lekker in een offline potje, man, dat lief. Nu heb je gewoon een Wierenleague los erbij. Ik snap er geen reet van. Kijk, dit is nu zijn team. Dus op zich wel een stuk beter dan het vorige team. Maar ook wel te winnen op zich. Hij heeft een spits op rechts buiten. Wat een sukkel. Oké, let's do this. Oh, dit is een Nederlander. Oh, Tekker Slovakia heet zijn team. Dus misschien is het toch geen Nederlander. Maar dat is raar, want hij heeft wel het Nederlandse logo. Nederland speelt vanavond tegen Frankrijk. Voor jullie is het al geweest. Ik denk dat Nederland gaat winnen met 2-1 van Frankrijk. Ik weet niet wat het is, maar sinds Koeman er is, vind ik Nederland zelfs alweer fucking leuk ineens. Echt legit fucking leuk. Misschien had ik eerst even een inkompotje moeten doen, bedenk ik me nu. Ah ja, fuck dat. Oh nee, batterij is leeg. Bijna leeg. Laag. Snel opladen. Ik krijg geen zorgen, mensen. Ik zit in de oplader. Gast. Wat is hij aan het tikken, jongen? Wat tering irritant. Ja, er moet even overtreding komen. Dan kan Suarez erin. Nu speel ik nog steeds met Rabiot. Niets meer met Rabiot daarentegen. Oh, Mbappé, jammer. Oh nee. Keeper. Oh mijn god. Oh mijn god, Courtois, jongen. Wat is dit dan voor redding, man? André Silva scoort. Kijk zijn stats. Ja, ik ga weer, jongen. Ik zweer het je. En je denkt van Koeien speelt gewoon slecht. Klopt. Ik weet niet wat het is. Altijd mijn eerste potje. Dan werkt gewoon niks of zo. Maar dit gaat ook niet bijzonder goed of zo. Maar ja, ik vind het echt altijd van mensen van ik denk, hoe dan? En denk je van Koen, dan komt dat je niet ingezogen. Nee, want dat potje daarna kan ik letterlijk tering goed spelen. Dat is niet. Het is gewoon een soort van dat je denkt van nou, het eerste potje gaan we je even flink je kontje boren. En dan daarna wordt het hartstikke leuk. Nou, op zich ook prima. Als ik Elite 3 daarmee haal. Elite 1 daarmee haal. Maar ja. Suarez! Oh, kom ik op de paal. Boom! Lekker, Mbappé! Heerlijk doelpuntje. Zoals Mbappé ze alleen kan maken bij mij dan. Van uit de onmogelijke hoeken dan zo binnen schieten. Lekker. Heerlijk. Goed gekeept ook. Not. Lekker. Kom maar. Kom op dan. Lekker. Blij mee. Yeah. Yeah. Deze gast kan er echt geen tyfus van. Als ik dit verlies, jongen. Lekker, Suarez. Boom. 2-0. 2-1 bedoel ik. Lekker. Ik weet niet wat het is, maar mijn timing werkt niet. Want ik druk de hele tijd op perfect timing voor mijn gevoel. Maar dat doet het niet. Maar hij zit er wel in. 2-1. Lekker, lekker. Mensen, de 30-0 in de Weekend League. Hij gaat komen. Ik voel het. Suarez, Beast. Ja, die maakt deze ballen gewoon. Ja, zo makkelijk is het. Hoe kan je nou spelen met de aanval van Koke en... hoe heet die? Die Silva en... Rodrigo, dus fucking goedkoop. En dan heb je wel Varane. Dan mag ik toch hopen dat die Varane een tradable is. Anders slaat het nergens op dat je een verdediger koopt van 200k en een aanval hebt van 40k in totaal. Vind ik dan, hè? Ja, het is buitenspel, gok ik. Oh mijn god, was geen buitenspel. Kut! Dus loop ik te schieten gewoon, omdat ik denk dat het buitenspel is. Is geen buitenspel. Oh, I hate my life. Snel, nog een kans. Naar voren. Ah, jammer. Oké. Okay. 2-1 voor bij rust in mijn eerste potje. Ben ik gewoon blij mee. De eerste potjes zijn gewoon PNES. Moet ik gewoon winnen. Deze pot. Ja, deze gast is echt gewoon veel minder goed dan ik ben. En heeft ook nog eens een minder team. Dit is niet Luis Suarez, voor zover ik weet. Nee. Nou, hij heeft één schot op goal. Oké, Neymar. Komt de sombrero. Hop. Boom. Oh, jongen, weer doet mijn time finishing niet. What is this? Hij heeft al een pauze door. Dat wil je dus gaan wisselen. Als ik nu score, gaat hij sowieso leave. Suarez. Oh, die keeper pakt hem. Shit. Weer geen time finishing. Ik weet niet wat het is hoor, maar het werkt gewoon niet. Time finishing is kapot. Neymar. Oh, Neymar goed en snel en lekker. Het is zo lekker om met Neymar te spelen. Ik weet niet wat het is, maar spelen met Neymar, hij loopt gewoon zo lekker. Doet hij weer uit zichzelf een hakkie. Doet hij weer dit, doet hij weer dat. Het is echt zo chill. Oh, bad timing. Oh, kloot. Ik had hem voor moeten geven. Laag had ik echt een wereldgoal gemaakt. Hij is letterlijk nog niet over de middenlijn geweest in de tweede helft. Maar nu wel. Nee. Ah. Oh. Maar ik pak hem wel meteen weer af. Varaan! Jezus. Kijk, kan ik eindelijk weer eens timen met Varaan? Ja. Oh, kut.
Oh, Petit man. Gast, je kan zeggen wat je wil, maar ik moet hem gewoon maken, hè. Anders ben ik straks gewoon weer het haasje. Helemaal geen zin in. Kijk, ik zit hier gewoon helemaal naast. Zo, jongens. Nee, maar goed. Suarez. Oh mijn god, Suarez. Fucking mogol, wat doe jij? Echt voor open goal, jongen. Lekker Mbappé. Boom! Nee, maar klaar. 3-1. Weer geen time finishing, maar ik vind het prima. 3-1. Eerste win in de Pocket Match. Nummer 29 te gaan. Let's go. Heerlijk. Jongens, eerste win. Gewoon een easy win. Eerste wedstrijd. Ben ik gewoon heel erg blij mee. Laten we even zorgen dat we niet nog een tegengoal tegen krijgen. Lekker. Keepertje. Goed. Prima. Nou, gaan we even counteren voor de 4-1. Ach, jammer. Oké. Eerste pot gewonnen. Lekker. Nu hoop ik die tweede ook. Nou, als ik dan geen 30-0 had, dan weet ik het ook niet meer. Let's go naar het tweede potje. Oké, mensen, ready voor potje 2. Laten we hopen dat we deze ook kunnen winnen. Want dan ben ik blij. Ik heb 13 fitnesskaartjes. Man, moet ik weer 7 of 16 nog gaan kopen, jongen. Oh. Dat is ook gewoon rustig weer 30k. Die dingen zijn zo duur. 4 bar wegwezen. Eigenlijk, mensen, moet ik dat linkerhoekje veranderen. Want Boateng, Alaba, Goretzka kan eigenlijk echt niet. Eigenlijk moeten er echt andere mensen komen. Maar ja, wie? Misschien met nog een icon, maar ik heb niet genoeg coins. Hé, hey, 4 bar, ga weg, man. Ik wil niet spelen met 4 bar. Oh. Mijn god. Gozer, ik word hier echt scheid en scheidziek van. Zoek even lekker een andere tegenstander. Ik wil niet tegen je spelen. Oh nee, dit meen je niet. Dit meen je niet! Hoe kan dit? Even serieus. Ik blijf maar tegen dezelfde gast komen. Dan gaan we maar een packje openen of zo. Mensen, 4 bar, jongen. Ik zweer het je. Ik heb met 4 bar zelfs als ik heb met 1 bar. Dan lijkt het gewoon echt mokerhard. En heb je button delay. Dus dan is het tijd om even dit pakketje te openen. Even een 45k pack tussendoor. Ik krijg geen walkout. Nou, dat ik nu al tegen die 4 bar gast kom, nou, dat kan gewoon niet. Want dan heeft hij wel heel lang moeten wachten. Zo, dit is een slecht pakket. Wauw. Als ik weer... Nou, dat kan nooit. Dan heeft die gast maar nu moeten wachten op dat hij weer kan spelen of zo. Oh, nee. Nee. Oh. Mijn. God. Nou, ik ga wel spelen. Als jij het zo wil. Oh, hij drukt ook niet door. Oh, mijn god. En hij heeft gewoon... Oh, nou, echt. Als het nu lekt, dan krijg ik echt kortsluitingen. Nou, je wil heel graag dat ik tegen deze gast speel. Met zo'n team. Oh, man. Messi. Hij heeft... ja, voor de rest. Ja, wel oké. Okay, wel goed team. Zo, is Ter Stegen 89? What the fuck? Waarom wil jij zo graag dat ik tegen deze gast speel? Waar slaat dit op? Illuminati FC. Ik snap het echt niet. Hoe kan het zo... Ja, ik weet niet. Ja, misschien waren het wel deze andere mensen. Maar het lijkt me heel sterk. Ik heb echt bijna nooit 4 bar. Oké, we gaan het zien. Oké, het lijkt mee te vallen met de delay. Dat is mooi. Ah, klote Aspas. Die gaat even mee verdedigen. Waar slaat dit nou weer op? Jezus. Ja, deze pot ga ik gewoon weer rustig af, hè. Ik zweer je, die eerste twee potjes dat winnen. Als je dat eenmaal wint, jongen, dan ben je echt spekkoper. Oh, hij wist dat ik ging doen. Die ta is groot. What the fuck? Die is 3 meter? Ja, die ta is niet normaal. Dat is echt niet normaal, jongen. What the fuck? Zie je weer? Oké, hij is echt heel snel van instappen en dan je paas onderscheppen. Dus ik moet even niet de meest obvious paas geven de hele tijd. Want die blokt de hele tijd. Maar hij is wel meteen weg uit zijn hele verdediging. De hele verdediging ligt eraan gehoord. Want deze man is ziek. Hallo? Oh, we gaan gewoon niet als keeper daarheen. Oké. Okay. Griezmann. Oh, dat moet erin. Dat moet er gewoon in. Oh, en weer doet mijn time shot dat niet. Zwaar kut. Waar loopt hij mee? Gast, hij doet letterlijk niks. Hij verdedigt letterlijk niet. Hij verdedigt letterlijk met zijn... Oh, jongen. Hij verdedigt letterlijk met zijn aanvaller. Dat was zeg maar wat in de eerste week van FIFA werkte, man. Je moet nu wel een klein beetje verdedigen zelf. Op Suarez. Goal. Lekker. Heerlijk doelpuntje. Lekker, man. Uitstekende paas van Neymar en dan het doelpuntje. Yes. Kom. Goeie bal. Dit is echt perfecte bal. Dit. Heerlijk. Ja, die kan natuurlijk niet gemist worden door Suarez. Easy goal. Kom op. 1-0 voor. Mijn eerste potje winnen. Ja, dan ben ik eigenlijk gewoon winnen. Hopelijk kan ik een keer 10-0 gaan. Dat gebeurt me echt nooit. Ik ga altijd 9-1 of 8-2. Goed zo. Bal op Neymar. Lekker. Gaat Neymar. Scheid. Hallo. Ja. Ik weet dat er wel een klein beetje bal bij zat. Eigenlijk was het volledig op de bal, maar niet uit. Oh, bad timing. Echt heel bad timing. Daar had ik toch weer een klein beetje lag, hoor. Ja, ik weet niet. Maar ik voel toch wel weer een klein beetje lag. Het voelt gewoon niet helemaal smooth. Maar kan ik natuurlijk tussen je oren zien, omdat je weet dat het 4 bar is, hè. Dat is natuurlijk ook wel zo. Neymar. Oef. Ter Stegen heeft. Dat is weer geen perfect timing. Ja, ik kan het gewoon niet meer. Zo, ik moet nog even wakker worden, volgens mij. Boom! Oh, jongens. Wat doet hij? Er staat helemaal niemand van hem. Oh ja, als ik hem zo weggegeven, dan heeft de Kijkers nog de corner counter. Godsamme. Ja, nou, onverwacht. Dan gaat hij toch weer naar binnen. Oh, oké, okay, nu niet. Daar heeft hij hem. Weg. Ja, lekker. Ja, kom man, eens even in de voeten van Messi. Die kan gelukkig niet zoveel. Dat is wel waar trouwens in FIFA. Griezmann. Oh. Weer die keeper die hem pakt. Staan wel voor, maar ik ben er niet echt heel erg zeker van ofzo. Ik wil even snel die 2-0 maken. Ik heb het gevoel dat deze gast nog wat tilt is. En ja, dan win je hem wel. 1-0 bij rust. Weer voorsprong bij rust. Daar ben ik wel blij mee natuurlijk. Ja, duh. Ja, je kan moeilijk niet blij zijn met de voorsprong bij rust. Duh. Hij heeft gewoon 0 schoten en ik 8 op goal. Mbappé score. Oh, Suarez, kom op. Oh mijn god. Kansen. Goed, heerlijke bal bij Mbappé.
Dit is altijd hangen met Kilian. Maar ja, ik kan niet meer timen. What the fuck? Mijn timer werkt niet meer. Ik ben steeds te laat. Maar als ik te vroeg doe, dan krijg ik rood. Daar begrijp ik geen reet van. Misschien komt het wel door omdat we weer delays in FIFA zelf of zo. De servers. Ze hebben gewoon perfect timing uitgehaald. Kan natuurlijk ook. Nee, oké, kan niet, hè. Nee, kan niet. Ik heb zoveel kansen, jongen. Dit gaat me echt weer nekken straks. Oh, Koen, maak nou eens een keer je kansen af, joh, goos. Ze gaat doen gewoon helemaal niks. Nee, maar hoppa, easy. Ja, ik weet niet of hij is AFK of zo, maar hij loopt daar met zijn spits. Ja, ik weet niet wat hij aan het doen is. Dat hij hoopt dat zijn verdediging alles oplost of zo, maar nou, ik heb geen idee. Maar we staan 2-0 voor en deze wedstrijd is gewoon hoppakee, in het pocketje. Goed, goed, tikkie. Tikkie door op Kilian. Oh, wat jammer. We hadden 3-0 moeten zijn en daarmee over en uit, maar helaas. Ik ga even wisselen, want ik wil even Perisic erin brengen. De nieuwe meta Perisic. Nadeel is alleen... Oh nee, wacht, ik doe wel zo en haal ik hem uit. Ga ik wel even 4-2 spelen. Dat doe ik wel even. Perisic, 78 Perisic. Nee, 87. Yes, very good English, dank u. Nou, kom nog maar even binnen dan. Suarez. Nee, te hoog, jammer. Hij heeft gewoon legit voor mij geen schot op goal gehad deze wedstrijd. Volgens mij heeft hij legit geen schot op goal gehad. Dat is ook wel weer knap op zich. Perisic, nieuwe meta. Ja, hij doet het. Hij doet het. Nieuwe meta, Perisic. Yes. Ivan. Heerlijk, zeg Gerard. Werelds. Werelds. Fantastisch. Wat een prachtig doelpunt. 3-0. Easy win. Heerlijk afgemaakt. Puntetje. Lekker. Ja, ga tot de aftrap niet nemen. Doe het gewoon even, jongen. Is het klaar, jongen? Echt. Deze gast. Mensen hebben gewonnen. Het tweede potje ook. Ben ik hartstikke blij mee. We gaan 2-0 in de Weekend League. Deze week Elite 2. Het gaat gewoon gebeuren. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Leuk vergeet niet te liken. Wil je meer van zien? Klik aan hier of hier. En ja, wil je abonneren? Klik aan hier. Doe even. En dan blijf je op de hoogte van dat ik de beste video speler van Nederland ga worden. Dus ik vind je abonneer de volgende keer. En ik zeg doei. Later.